Gisteravond om 7:10 ontvang ik van een spion in mijn e-mail een statement gedaan door management / advocaten van Stalker Zato. Ik pleur het zo snel als ik kan online en om 7:15 zie ik Boulevard met hetzelfde nieuws lezen daar het statement voor. Met betrekking tot de aantijgingen van de afgelopen tijd die zijn gedaan aan het adres van Stalko. En het zijn niet zomaar aantijgingen die we het afgelopen half jaar voorbij hebben zien komen. Een half jaar geleden in het programma van Jan Roos en Dennis Schouten, genaamd Rollenpraat, is een beschuldiging gedaan aan het adres van Stalko Borsato. Zij bespraken daar een gerucht met een ernstige lading. En omdat ik dus al vanaf begin dit jaar bezig ben met het verdiepen in het privéleven van Stalker Borsato. Natuurlijk omdat ik ook een juice kanaal ben. En een video heb gemaakt over als reactie op het interview wat hij heeft gedaan bij Linda. Naar aanleiding van zijn vreemdgaansgedrag. Kwam in opspraak en was was hot and happening in de media. En vanaf toen heb ik het eigenlijk opgepakt en ben ik me dus gaan verdiepen in zijn privéleven. En toen dus afgelopen zomer dit aan bod kwam bij Jan en Dennis, ben ik op onderzoek uitgegaan. En dit was een zeer vruchtbaar onderzoek. Heel vaak heb ik dat bewijs alleen maar nodig voor juridische redenen. Dus niet alleen zodat jij ook daadwerkelijk weet dat als ik iets zeg dat dat waar is, dat ik dat voor mezelf heel graag gewoon zeker wil weten, maar ook omdat ik bij elke roddel denk, stel die persoon die klaagt mij aan, wat heb ik dan als bewijs? Dat denk ik elke dag bijna en dat is dus mijn werkwijze. Dus voor ik zomaar iets post, kun je ervan uitgaan dat ik een mapje heb op mijn computer met daarin talloze bewijzen. Veel van jullie weten dat ik zo werk en zo nu en dan komt er ook ineens een meetbare situatie. Dit is bijvoorbeeld gebleken toen ik wekenlang vertelde in mijn video's en op mijn Instagram kanaal wat er daadwerkelijk aan de hand was met André Hazes en dat niet het officiële verhaal was wat ze naar buiten hebben gebracht. Veel mensen voelden aan mij dat ik meer wist en dat ik dit gewoon wist en dat dit klopte. Maar zoals ik al zei, het is voor mij helemaal niet nodig om de bewijzen die ik heb verzameld ook daadwerkelijk te publiceren. Waarom? Omdat ik natuurlijk vaak te maken heb met zeer betrouwbare spionnen. En het laatste wat ik wil is een spion onder de bus gooien. Dus ik heb zoiets altijd van ik maak de content, jij kijkt gewoon of je het gelooft ja of nee. Ga er maar vanuit dat ik zeg onderbouwd is. Dus dan weet ik dat, jij weet dan niet precies hoe en wat, maar je kan erop vertrouwen dat hetgeen wat ik zeg waar is. Zo doe ik het al een tijdje en ik heb het idee dat het werkt en dat het ook een vertrouwensband met jullie heeft opgebouwd. En het is natuurlijk in mijn voordeel hè, dat dingen die ik zeg waar zijn. Ik vind dit nogal een interessant beroep en ik zou dit heel graag nog heel lang willen doen. Het is voor mij strategisch niet handig als ik dingen ga roepen die weerlegd kunnen worden. Het is dan ook nog nooit gebeurd dat ik iets zei wat weerlegd is. Dat is nog niet op een geloofwaardige manier in ieder geval gebeurd. Tijdens dit onderzoek heb ik een aantal dingen ontdekt en bewijzen verzameld. En ondanks dat bleef ik nog steeds op mijn hoede voor hetgeen wat ik naar buiten breng. Het blijft altijd in je hoofd spelen dat iemand jou kan aanklagen of aangifte tegen jou kan doen. En dus heb ik met elke uiting die ik heb gedaan of elke publicatie ervoor gezorgd dat ik mijzelf juridisch heb ingekleed. Heb ik daadwerkelijk strafbare feiten benoemd in een video of online? Nee. Maar Dennis en Jan, zij hebben dus eigenlijk al deze strafbare feiten wel benoemd en Stalko ook daarvan beschuldigd. En dat is natuurlijk vrij roekeloos om te doen. En heel heftig als je eigenlijk geen bewijs hebt. En dat is het gevaarlijke aan wat zij hebben gedaan. Maar
Veel media hebben niet letterlijk overgenomen wat Dennis en Jan in hun video zeiden. Maar zijn er wel bijvoorbeeld grapjes over gaan maken in Boulevard? Of zijn het toch een beetje gaan benoemen? Zijn toch uitgegaan op statements? Hebben gevraagd aan het management om een reactie? War Child zei ineens een samenwerking op. Stalko cancelde ineens een hele heftige glas tour. En dat is als een sneeuwbal gaan rollen. En steeds meer mensen kregen er lucht van. En wilden er wel iets in de media over zeggen. Zo was het zelfs deze week ineens bij Radio 1. En wat de mainstream media dan doet, zij noemen dan het strafbare feit. Vervolgens gaan ze discussiëren over waarom ze dit niet naar buiten willen brengen. Maar door het erover te hebben en te discussiëren van nee, dat vinden wij niet kunnen, dat we zonder bewijs zoiets gaan brengen. Zegt dan de eindredacteur of hoofdredacteur van nu.nl. Maar doordat je dit bespreekt, wordt het weer een nieuwsitem. En dat weten deze mensen wel. Maar op deze onderhandse manier gaan ze dan aan de slag. Vervolgens krijg je dat Stalko denkt, het wordt nu wel erg heet onder mijn voeten. Was Stalko ooit van plan om hier een statement over te geven? Ik denk het niet. Maar op een gegeven moment, het werd te heftig. En er kwam een statement. En dat statement luidde gisteravond als volgt. Reeds medio 2020. Ik dacht toen ik dit las al dat het meteen een typfout was. 2020? Naar mijn idee is dit pas in gang gezet in 2021. Letterlijk medio 2021. Dus waarom hier 2020 staat is mij een raadsel. Goed, ik ga door. Is door de heer Marco Bossato aan Knoops Advocaten NV verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes. There he said it. Dus, hier staat, in Jip en Janneke taal, dat Stalko advocaat heeft gebeld en gezegd, luister, er worden hier dingen over mij gezegd. Kan jij eens heel eventjes uitzoeken of wij hier iets mee kunnen? Dat is eigenlijk het enige wat hier staat. Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze rol in het openbaar te reageren. Geen aanleiding? Er waren best wel heel veel aanleidingen. Hij heeft geen reden gezien. Dat is misschien wat u bedoelt. Persoon die dit heeft geschreven. Is het de heer Knoops die dit heeft geschreven of het management? Dat vraag ik mij dus af. Er was een aanleiding. Gelet echter op de aanhoudende beschuldigingen en de toenemende aanvallen via en in de pers op zijn persoonlijke integriteit en reputatie heeft het kantoor namens de heer Borsato recentelijk het Openbaar Ministerie benaderd met het verzoek om zelfstandig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen. Nou, dit is niet echt een gangbare situatie. Ik geef even een update op deze manier, want ik hoor zojuist dat het OM heeft verteld dat gisteravond om 7 uur zij een verzoek hebben ontvangen. Dus dat het klopt wat de advocaat zegt, maar dat zij hieruit nog helemaal niet hebben besloten of ze überhaupt een onderzoek gaan doen, dus of ze dit gaan inwilligen. Ik denk, smokescreen, ik denk er moest eventjes een actie worden gekoppeld aan het persbericht. En het moest waar zijn wat er stond, maar ik denk dat dit niet echt een draagvlak heeft. Ik denk dat als Stalko ergens problemen heeft, moet hij gewoon aangifte doen. Zoals alle andere mensen. Tenzij het OM beslist van ja, dit is echt iets heel anders. En wij gaan hier direct mee aan de slag. Maar vooralsnog is dat nog nergens uitgebleken. Dat kan soms best wel veel tijd ook in beslag nemen. Is niet iets van, dat doen we eventjes. We bellen even naar het OM van, joh, zoek dit eens even uit voor mij. Dat is niet hoe dat werkt. Vervolgens moet er dan dus een rechtszaak komen. Dan gaan alle mensen moeten voorkomen. En vervolgens gaat een rechter bepalen of daar strafrechtelijke gevolgen aan zitten. Dus dit is in dit stadium, waarin er nog niet eens blijkbaar onderzoek is gedaan door het OM, nog helemaal niet aan de orde. Met andere woorden,
Dit bericht is een rookgordijn. Als Stalko aangifte doet van smaad en laster, hè, dat is waarschijnlijk dan het enige wat ik dan denk, waarvoor hij dan aangifte doet, dan denk ik dat Jan Roos en Dennis Schouten zullen worden onderzocht. Ik betwijfel dat zij onderzoek hebben gedaan en bewijs hebben verzameld voordat ze dit de eter insmeten. Dus we lopen die zeer zeker een risico om vervolgd te worden. Ja. En ik heb een hele hoop bezorgde berichtjes gezien in mijn DM. Loop ik hier in gevaar? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik ben zeer bewust en strategisch met dit proces omgegaan. Ik heb de strafbare feiten nooit benoemd. Dus hoewel ik het vreemdgaan in geuren en kleuren heb verteld, heb ik me over het strafbare feit eigenlijk niet uitgelaten. Ik kleur graag binnen de lijntjes, maar wel heel graag met hele felle kleuren. Mocht het zo zijn dat ik wellicht al een half jaar contact zou hebben met een slachtoffer en haar moeder, hè, stel dat dat zo is, en mocht het zo zijn dat zij mij bewijs hebben geleverd van een strafbaar feit, maar ik dit niet naar buiten kon brengen omdat ik hun vertrouwensband met mij niet wil beschadigen, omdat zij bijvoorbeeld bezig zouden zijn met een plan en ik daar op zou willen wachten, maar jij zou mij toch aanklagen via een civiele procedure voor smaad en laster, of strafrechtelijk jij zou aangifte doen bij de politie van smaad en laster en dit zou leiden tot een rechtszaak. In dat geval zou dat voor mij een ideale situatie zijn. Want dan zou ik dus, om te moeten bewijzen aan een rechter dat ik mij niet schuldig maak aan smaad en laster, zou ik onder ede moeten verklaren hoe ik aan deze informatie ben gekomen en welke bewijzen ik daarvoor heb. En deze zou ik dan verplicht moeten aandragen en openbaren. En deze verklaring zou dan te horen zijn voor heel Nederland en heel België. En mijn vertrouwensband met het slachtoffer zou daarin niet worden beschadigd, want dan ben ik verplicht. Dan zeg ik tegen jou, beste Stalko, dan nog liever gisteren dan vandaag. Ik kan me niet voorstellen dat je dat risico zou willen lopen. Maar mocht het zo zijn, dan ben ik klaar voor jou. Aan alle spionnen die het mij mogelijk maken om mijn werk te kunnen doen, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag of zometeen op Insta of volgende week in de volgende video.